Yo gasten van Dus David Games, mijn naam is Ronald en jullie kijken naar een andere video dan normaal. Jullie kijken naar een Call of Duty Advanced Warfare gameplay. Holy shit, niet boos worden alsjeblieft omdat Black Ops 3 net uit is gekomen. En niet boos worden dat ik op de PC speel, want dat was de vorige keer dat ik samen met Lotte dat speelde. Een best wel groot probleem dat ik het op de PC speelde, maar ik blijf en ben een PC gamer. Maar in deze gameplay ging het heel erg goed. Ik maakte ongeveer 32 kills. Dat vond ik oprecht netjes. Dit was mijn eerste potje van die dag. Dat was best wel in mijn ogen netjes. Maar vandaag heb ik een onderwerp wat ik eventjes met jullie wil bespreken. En dat is namelijk de Dutch YouTube Gathering. Ja, volgend jaar is de Dutch YouTube Gathering er weer. En volgens mij doen ze een beetje first look na, om het zo maar te zeggen. Niet raar bedoel, want het is gewoon goed. Want de Dutch YouTube Gathering is nu niet één dag, maar twee dagen. Ik ben sowieso beide dagen. Volgens mij de meeste mensen van Dus David Games zijn er gewoon beide dagen bij. Het gaat gewoon super gezellig worden. Want vorig jaar waren echt ongeveer volgens mij 4000 man. Dat was letterlijk gewoon insane. Echt niet normaal hoe druk het kan zijn voor een aantal YouTubers. Klinkt misschien heel raar om te zeggen een aantal YouTubers. Voor jullie kunnen sommige YouTubers gewoon echt letterlijk een god zijn. Jullie geloven allemaal in mij, hè? Hey. Nee, maar het is gewoon super om te zien, want een paar jaar geleden bij de Dutch YouTube Gathering nummer 1 begon het allemaal op een stom grasveldje. Ze doen af en toe per jaar nog wel een keer een meeting op een grasveldje. Maar dat is dan niet, dat begint ook al insane druk te worden trouwens hoor. Waarom ik deze video maak is gewoon omdat ik gewoon praten wil over de verandering van de Dutch YouTube Gathering. Ik ben er sinds de Dutch YouTube Gathering nummer 4 bij. Dat was volgens mij, ja, in het oude postkantoor in Utrecht. Hilversum, dat was het. In Hilversum, dat is echt heel lang geleden daar. Toen waren er ongeveer nog maar 100 man. En moet je even bedenken dat die postkantoor, de VIP-ruimte was daar gewoon een, was volgens mij gewoon een opbergruimte, waar meestal bezems staan en zo. En nu is de VIP-ruimte gewoon met allemaal lekkere broodjes en zo. Sorry dat ik een beetje aan het opscheppen ben, maar dat is gewoon zo. En na de Dutch YouTube Gathering 4 had ik wel een beetje zo'n gevoel van, wil ik dit nou echt? Want ik vond het een beetje toen destijds klein, want het was gewoon, niemand was er. Het was, er waren geen gamers. Toen waren er totaal nog geen gamers. Volgens mij alleen Spooky 1611. Holy shit. Maar na de Dutch YouTube Gathering 5 veranderde dat heel erg. Er kwam een, het was toen in Club Monza. Dat was een disco die helaas is gesloten, want het zag er best wel super vet uit. Toen kwamen er al ongeveer 300 man. En toen waren er ook meerdere gamers. Ik was destijds nog steeds aan vloggen. Ronald Vlogs, Google maar eens, niet geknipt. En dan Ronald. Dan kom je op een hele leuke video van me uit. Dan zie je me nog heel awkward waar ik David voor het eerst ontmoet. Maar toen waren er nog geen gamers. Ik moet toegeven, dit gaat hard klinken. Ik vind dat de Dutch YouTube Gathering meer een gaming gathering is geworden. Want er zijn gewoon tegenwoordig gewoon meer gamers dan vloggers. Wat ook begrijpelijk is, want gamen is gewoon super vet. Plus, ja, vloggen kan niet meer echt, om eerlijk te zijn. Het kan wel natuurlijk, maar het is meer, de meeste mensen doen het nu meer in een sketch vorm waar veel meer tijd in zit. Gamen is natuurlijk ook lastig, want je wilt natuurlijk een perfecte gameplay plaatsen. Nou, de meeste had ik niet. Mij boeit het niet, want ik speel gewoon wat ik wil. En als het slecht gaat, dan upload ik het alsnog. Kijk maar naar mijn Black Ops 3 video van vorige week. Toen werd ik nog vies had geowned door Lotte. Maar gamen is gewoon simpeler, waardoor je makkelijker video's zou maken. Want het is echt gewoon insane. Op Dus David Games staan er ongeveer 5000 video's op. Op het gameportal staat 1500 en mijn vorige kanaal, een gamekanaal, staan 2000 op. Dus je hebt gewoon een hele grote videobase waar mensen je aan kunnen herkennen. En dat merkten wij heel erg. Nou, Timo en ik dan bij de allereerste gathering in Club Lux, om het zo maar te zeggen. Dat was de eerste meeting waar wij waren als gamers. Een gamekanaal destijds en wij waren toen best wel veel herkend. Wij waren toen zelfs VIP. We hadden toen nog maar 5000 abonnees en we waren VIP. Nu moet je 250.000 abonnees hebben voor VIP. Holy shit, wat is dat tegenwoordig veranderd, hè? Ik ben gewoon niet meer VIP. Oh, dat voelt zo... Nee, maar het is gewoon leuk om te zien hoe de gathering is veranderd de afgelopen tijd. Het begon op een grasveldje. Toen kwam het in één keer in een houten, in zo'n hele grote evenementen iets. Ja, ik weet niet, exporthouten. Volgens mij heet het zoiets. En daarna kwam de jaarbeurshaal. En de jaarbeurshaal was een van de grootste veranderingen van de Dutch YouTube Gathering. Want we hadden een hele grote podium. Hadden we ook wel in die houten. Maar daar voelde het niet echt als een gathering. Sinds de jaarbeurs heb ik echt gewoon een gevoel gekregen van,
Yes, die gathering is zo goed veranderd, hè. Iedereen had zijn ruimte. Er waren heel veel mensen. Bijvoorbeeld voor dus David Games en voor Enzo Knol. Dat was echt insane hoe lang die rijen waren. Van het gameportaal waren ook wel lang. Maar wij hebben helaas wel veel moeten teleurstellen. Ja. Maar dat ga ik volgend jaar wel veranderen. Dit gaat misschien heel arrogant klikken. Wat ik natuurlijk niet bedoel. Vanaf volgend jaar gaan Timo en ik en waarschijnlijk meerdere mensen van YouTube gewoon al de handtekeningen doen op een kaartje. En die dan geven. En dat we alleen een fotootje doen of op een shirt een handtekening doen. Want het neemt heel erg veel tijd. Je wilt natuurlijk iedereen proberen te ontmoeten van je kijkers. En ja, ik weet trouwens niet wat dit was. Eventjes off topic. Je ziet hier nu een gameplay van mij met een drone. En ik snapte er geen hol van. Want dit was de eerste keer dat ik met een drone vloog in Advance Warfare. Ja. Maar ja, mijn punt is van deze video. Ik wil gewoon ze melden dat wij ook natuurlijk bij de volgende gathering zijn die 2 dagen is. Je kunt namelijk gewoon 2 dagen met, kun je ons ontmoeten. Dus wij hebben meer tijd voor de kijkers, waardoor we waarschijnlijk wel iedereen kunnen ontmoeten. Er komen een aantal YouTubers niet. De meeste komen gelukkig wel, want ik ga eerlijk zijn, ik vind gewoon dat je 2 dagen vrij moet maken voor je kijkers. En als je dat niet kan, vind ik het een beetje vaag. Natuurlijk, de meeste YouTubers hebben hun eigen meeting. Dan snap ik het dat ze niet komen, maar sommigen komen niet. Ja, omdat ze geen zin hebben. Ze hebben geen zin om hun kijkers te ontmoeten. Dat is een beetje raar. Zoals ik namens HGP doen ook gewoon van die meetings. Ja, en ik kom ook alsnog naar de gathering. Ik vind het gewoon belangrijk om kijkers te ontmoeten van het gameportaal dus David Games. Zien wij jullie daar? Laat het natuurlijk achter in de reacties beneden. Want ik ben benieuwd. En voor wie kom je dan? Zeg gewoon allemaal even Ronald even in de reactie beneden. Geef mij even wat motivatie. Maar verder wil ik ook natuurlijk melden dat ik een beetje verslaafd ben geworden aan Call of Duty, Black Ops 3 en Advanced Warfare. Advanced Warfare werd helaas niet goed ontvangen in de Call of Duty industrie door de kijkers en zo. Terwijl ik het echt een hele geniale spel vond. Om het zomaar even een voorbeeldje te geven. Ik zei zo van gisteren op Twitter zo van, yo, ik ben een beetje, ik vind een Advanced Warfare een heerlijk spel. En ik kreeg meteen een tweet terug met daarin, kankerspel. Alleen dat, en ik was zo van, wat een simpele opmerking. Het geeft wat argumenten erbij, en niet alleen dat. Want ik vind het echt een heerlijke spel, want ik sta letterlijk, zonder grappen, elke potje eerste of tweede van alle mensen die op dat moment spelen. Bij Black Ops 3 niet. Ik vind Black Ops 3 oprecht moeilijk. Het is ook een hele lastige game. Het is, om zo maar te zeggen, het is heel snel. Dat wallrun is echt heel confused. Ik raak gewoon soms volledig gek. Maar ik speel het wel heel veel. Call of Duty Black Ops 3 was wel een hele goede game. Het was een hele goede vervolg op Black Ops 2. Helaas waren er wel meteen mensen die zaten te bitchen over de game. En dat snap ik gewoon niet. Maar dat zul je natuurlijk gewoon altijd hebben. Net zoals als mensen zeuren dat je Call of Duty niet op een PC mag spelen. Omdat het een console game is. Please mensen. Please. Laat het me gewoon spelen. Laat het me gewoon spelen omdat ik het leuk vind. En vinden jullie me slecht? I don't give a fuck. Want ik vind het gewoon leuk. Zeg ik, mensen, hopelijk vinden jullie zulke video's leuk. Ik vind het namelijk gewoon heel fijn om gewoon even een gesprek Wow. Ja, ik raakte even van mijn stokje af. Want ik zag in één keer die kill van iemand net met een stomme rocket launcher. Maar vinden jullie zulke video's leuk waar ik gewoon over een onderwerp praat? Doe dan natuurlijk gewoon een duimpje omhoog. En tegenwoordig doet niemand dit meer. Want dat is een beetje uit, blijkbaar, in het COD community. Ouch. Laat jouw mening achter over de game in de reacties beneden. En heb jij een onderwerp waar ik de volgende keer over moet praten? Laat dan natuurlijk ook achter in de reacties. Want natuurlijk ga ik binnenkort wel gewoon weer wat indie games doen op Dus David Games. Maar ik ben een beetje inspiratieloos geworden. En omdat ik veel Call of Duty de afgelopen week speel, volgens mij ongeveer 20 uur of zo. In 2 weken tijd. Ja, het is echt sneu. Het is echt sneu. Dan speel ik dus veel dit. Binnenkort ga ik ook een video maken op HGP. Over Jackass. Ja, YouTube Community Nederland is Jackass geworden. Rare dingen doen voor de views. Dat blijft mijn ergernis. Maar dat zie je binnenkort op het gameportaal. Zeg mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? Vergeet dan niet op het duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk vonden jullie gewoon aan Call of Duty. Vonden jullie dat leuk? Laat het achter in de reacties beneden. En kijk mijn score. Ik ben 16 keer doodgaan.
Nou, dat is nog best wel netjes voor iemand die de hele tijd rust. Mensen, bedankt voor het kijken. Volg me op Twitter, @JustRoland. En zeg tot de volgende keer. Peace!